Ongeveer 3000 huishoudens zijn getroffen door de watersnoodsituatie in het binnenland. Dit verklapte de directeur van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, Maverick Buyuku, vandaag tijdens een persconferentie in verband met de wateroverlast in het binnenland. Er zijn in samenwerking met NCCR tot nu toe 1100 noodhulppakketten verstrekt aan die verschillende huishoudens. We zien dat het gaat om verschillende bestuurssoorten in het district Sipaluini. De situatie nu, momenteel, is dat het water bezig is te dalen. Maar wat we nu hebben opgemerkt is dat in het district Saramaka, waarschijnlijk door het springvloed, het water stijgt. We zien ook dat we daar eigenlijk ook er is sprake van een watersnoodsituatie. Het gaat daar om 150 tot 200 huishoudens. En er is ook noodhulp verleend aan dat gebied. Het gaat eigenlijk om 150 pakketten die tot nu toe door NCCR is verleend in samenwerking met met de DC, het districtscommissaris van Saramaka. Buyuku zegt verder dat er korte termijn planningen zijn gemaakt voor het vaststellen van de schade die is verricht aan woningen, polyklinieken en scholen. Dit gebeurt in samenspraak met het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR. Kolonel Jerry Slijngaard van het NCCR zegt dat alle overheidsinstanties aanpassingen zullen plegen aan hun dienstverlening in het binnenland en dat er een herstelfase komt. Nadat het water helemaal is weggetrokken, dat er natuurlijk ook een moment komt waarop er weer een stukje schoonmaak moet plaatsvinden. Dus de plekken moeten weer helemaal virusvrij, bacterievrij, et cetera gemaakt worden. En dat gaat natuurlijk ook wel het een en ander in tijd schelen. Het is niet een kwestie van water is weg en we beginnen weer opnieuw met alles. Maar na het water is teruggetrokken, dan komt er een stukje herstel. En dat is waar nu zo zoetjes aan de planning over begint. Slijngaard zegt verder dat de regering heeft besloten dat er gelegenheid zal worden geboden voor speciaal onderdak als veel mensen moeten worden geëvacueerd uit getroffen gebieden. Dit is nog niet ter sprake als wordt gekeken naar het aantal gezinnen dat momenteel behoeftig is.